steeds meer files, steeds meer uitstoot, steeds meer luchtvervuiling. De mobiliteitsdiscussie dreigt soms een beetje een kommer en kwel verhaal te worden. Maar toch zijn er lichtpuntjes en die lichtpuntjes liggen soms eigenlijk gewoon aan onze achterdeur. Je moet weten dat wij in Vlaanderen vandaag een bevaarbaar waterwegennetwerk hebben van maar liefst 1100 kilometer. Koppel dat aan de vaststelling dat 80% van onze ondernemingen in Vlaanderen liggen op een afstand van 10 kilometer of minder ten aanzien van een bevaarbare waterweg. En dan weet je, ja, in plaats van dat we met z'n allen klagen over die files op de weg aan onze voordeur, dat we ook eens kijken naar de boulevard aan ruimte aan onze achterdeur. En dat is die waterweg. Vandaag de dag moeten wij dat gebruiken als een opportuniteit om vrachtverkeer van de weg te halen, op het water te zetten. Dat levert een hele winst op vlak van mobiliteit, filevorming, maar ook op vlak van milieuvervuiling en uitstoot. Ik heb een mooie gele jas aangedaan om zo concreet mooi lichtpunt te illustreren. Hier organiseren we transport van afval. Niet over de weg, maar over het water. We transporteren maar liefst 60.000 ton afval per jaar via de waterweg. Dat is het equivalent van 5.000 vrachtwagens die we zo van de weg kunnen halen. We slagen er steeds ook meer in om dat concurrentieeler te maken ten opzichte van het transport over de weg. En ik ben ervan overtuigd dat binnen dit en enkele jaren we erin slagen om volledig op hetzelfde niveau qua kostprijs te zitten dan het transport over de weg. En we winnen op vlak van mobiliteit minder files en ook minder uitstoot, want hiermee reduceren we de uitstoot met maar liefst 150 ton CO2.